ons mooie Westerwiek. Dat is voor ons uniek. Het is de mooiste thuis voor ons in heel Breda. Dames en heren, goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. Hebben we zin? Ja, ik hoor ze wel, Riet. En het zijn allemaal bewoners van Tuinziek Westerpark en van het huis van Westerwiek. Dus en we zijn allemaal één en we gaan er allemaal een gooitfeest van maken. Nou, dames en heren, we hebben hoog bezoek vanmiddag. Dus het is onze wethouder Mirjam Haag. 12,5 jaar verwendig. En ik denk dat ik begin met een heel groot compliment te maken aan die twee dames die je net zo mooi openen. Want dat is de echte opening en dat zijn de echte mensen die het applaus verdienen. Dat zijn Iet en Truus, voor je, ze staan hier mooi naast me. De initiatiefnemers eigenlijk van deze verwendag. En inmiddels, en ik hoop met alle vrijwilligers die hier niet vandaag zijn, maar die wel ook heel veel doen voor ouderen, voor jongeren in de wijk, dat u iedere dag een beetje verwend wordt en dat u ook aandacht heeft voor elkaar. Want elkaar verwennen kan ook heel erg gezond zijn. Geniet ervan, laat u verwennen en wat mij betreft of naar de komende 12,5 jaar. Een hele mooie dag gewenst en ook naar de komende 12,5 jaar. Gasten van de Rabobank. Nou, zonder de Rabobank hadden wij het ook niet kunnen hebben, denk ik. Echt. Inderdaad, zoals Truus het al zei, wat doet de Rabobank hier nou eigenlijk? Wij hebben, zoals u misschien weet of misschien ook niet, een coöperatiefonds. Dat bestaat uit een fonds waaruit wij initiatieven in Breda en in de dorpen daaromheen een steuntje in de rug geven. En dit keer dachten we, we komen ook eens even langs. Wij hadden een aanvraag van Truus gekregen waarin zij vroeg om 1000 euro ondersteuning. En onze commissie, onze beoordelingscommissie die op het fonds zit, vond het eigenlijk zo'n mooi initiatief dat we hebben besloten om er 1500 van te maken. Nou, is dat wat mensen voor deze verwendag? Dus we hopen dat u met deze bijdrage vandaag een hele leuke dag heeft. We hopen dat we hiermee jullie dag nog net iets leuker, net iets gezonder hebben kunnen maken. De koffie. En Ellie is hierbij om de check officieel te overhandigen. Ons mooie Westerwiek, dat is voor ons uniek. Het is het mooiste thuis voor ons in heel Breda. Ja, dat is Westerwiek. Het leven is er goed. Het is een plekje waar een ieder altijd groet. Het is een plekje waar een ieder altijd groet. 789. 789. Ik hoor iemand. 7. Ja, in de tent. Oké. Hoe zit het? 7340. 743. 743. Ja, daar gaan we verder, dames en heren, met onze optredens. Oké. Okay.
Zulke uurtjes, heel ik met benen vrouw. Sommige granaatjes, andere pilaatjes, en waar dat kan je even huur. Yes, George. Het was een hele mooie tijd. Wat een plezier voor de tijd. Maar aan alles tot een eind. Al doe ik dat wel een beetje. Dames en heren, bedankt. En Marco, nog een keer zo. Walk on, with hope.
wordt toch een fantastische ovatie. Kom op! En namens deze mensen wil ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor wat jullie doen. I said, walk.